Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de hele Bijbel. Vandaag in uitzending 1170 kan je weer verder luisteren naar een gedeelte uit Haggai 1. Haggai is een man die het volk van God met een paar woorden weer aanzet om het werk van de Heer weer op te pakken. De tempel ligt in puin na de ballingschap, maar het is niet Gods bedoeling om het daarbij te laten. Hij wil weer een plaats te midden van zijn volk. Hij wil bij hen wonen, hen ontmoeten, tot hen spreken en naar hen luisteren. Daarom is die tempel zo belangrijk. Haggai spreekt ook niet over de herbouw van Jeruzalem, maar alleen over de tempel, die hij aanwijst als het huis van God. Voor de volledigheid wil ik erop wijzen dat het boek Ezra past bij de tijd van Haggai. Daarin wordt uitgebreider beschreven hoe het kleine aantal mensen ontmoedigd is geraakt en het werk aan de tempel heeft laten liggen. Totdat Hagai en Zacharia hen weer aanmoedigen. In het Nieuwe Testament lezen we ook over het huis van God. Paulus schrijft erover aan Timotius. Nu is dat echter niet meer een gebouw van steen, maar worden de mensen van de kerk het huis van God genoemd. Een gebouw van levende stenen, zouden we kunnen zeggen. In 1 Petrus 2 versen 4 en 5 staat... En kom naar Hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God wel gevallig zijn door Jezus Christus. Een steen alleen is niets, maar samen met vele andere stenen kan het een prachtig bouwwerk vormen, een woonplaats voor God zelf. Door de Bijbel heen zien we dat dit een rode draad is. Het verlangen van God om bij de mensen te wonen. Aan het eind van de Bijbel komt het nog eens terug. Daar staat in Openbaring 21, vers 3: En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dat is de toekomst waar we mogen naar uitzien. In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de datering van het spreken van de Here tot de profeet Haggai als ook bij de geadresseerden, de mensen aan wie de woorden van de Heer moesten doorgegeven worden. Het gaat onder andere om Zerubabel en Jozua. Zerubabel was de gouverneur van Juda en was een afstammeling van koning David. De genoemde Jozua was in de tijd van Gagai de hogepriester. Ze hadden beiden een goede naam, maar ook zij moesten luisteren naar de woorden van de Heer. Ook zij zijn ten aanzien van de herbouw van de tempel net zo goed in gebreken gebleven als het volk. De algehele moedeloosheid had zich ook van deze leiders meester gemaakt. Vandaar dat Hagai zich eerst tot hen richt om daarna het volk aan te spreken. Hagai 1 vers 2 Zo spreekt de heren van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de heren te herbouwen. Bij het aanspreken van de leiders van het volk Israël valt op dat de profeet erop wijst dat de boodschap komt van de heren van de legermachten. Een vertaling van Jeha Weha Zebaoat. Het is een Hebreeuws woord, die ook een militaire lading heeft. Deze naam van God herinnert aan zijn macht om alles te doen wat hij heeft beloofd. Hij is namelijk de heerser over alle dingen. De Heer beschikt over legioenen, over miljoenen engelen, en alles wat hij zegt zal geschieden. Alleen al die naam moet de beide leiders nederig hebben gemaakt en het hoofd doen buigen. Het is ook opvallend dat de Heere niet spreekt over mijn volk, maar over dit volk. Daar klinkt iets van teleurstelling in door, van verdriet, mogelijk zelfs van boosheid van de Heer. Het gaat om wat er van dat volk Israël is overgebleven en is teruggekeerd uit de ballingschap. En dat is niet zo heel veel, want in vers 12 wordt zij aangeduid als overblijfsel. Het is een rest, een restant van wat de Heer eens zijn volk noemde. Toen het overblijfsel van de Israëlieten uit de Babylonische ballingschap naar hun eigen land terugkeerde, keerde het terug in grote verwachting, met enthousiasme voor de herbouw. Maar de mensen kwamen gigantische obstakels tegen, die grote inspanningen en ontberingen vereisten. Steeds weer waren er problemen, moeilijkheden en vijanden die hen ontmoedigden toen zij met de herbouw van de tempel begonnen. De moeilijkheden leken niet te overwinnen. Was het wel de juiste tijd om de tempel te herbouwen? De fundering van de nieuwe tempel was toen al gelegd, maar het verzet van de Samaritanen was zo intens dat ze waren gestopt met de herbouw. Hagai 1, versen 3 en 4 Toen kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Hagai: Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Hagai spreekt namens de Heer de leiders en het volk toe op het tempelplein. Inzet van Gods aanklacht is de bouw of liever het nalaten van de bouw van Gods huis in Jeruzalem. Zeker, het brandofferaltaar stond er al vanaf het begin, nadat ze in Jeruzalem waren aangekomen. En toen is ook de eerste steen van de fundering gelegd, maar verder is het nooit gekomen. Niet dat het volk er nooit meer over heeft nagedacht. Dat kon ook moeilijk, want elke keer als ze op het tempelplein kwamen, zagen ze de zwart geblakerde resten van de vroegere tempel. En de ouderen herinnerden zich hoe schitterend die vroegere tempel was geweest. Toch waren ze gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de tijd voor de herbouw nog niet rijp was. Daar waren best argumenten voor, maar de Heren hadden zij niet om raad gevraagd. Het was een donkere en dreigende tijd. Misschien moest eerst de beloofde Messias wel komen voordat het huis van de Heren weer in volle glorie in Jeruzalem kon functioneren. Maar wat de Israëlieten ook bedenken en zeggen, de Heren gaat met al hun overleggingen en conclusies niet akkoord. Hij stelt een paar lastige vragen. Daarin vraagt de Heer naar wat voor het volk nu het eerste en het belangrijkste is. Moesten zij terugkeren naar Juda en Jeruzalem om er in prachtige, luxueuze huizen te gaan wonen, dan hadden ze evengoed in Babel kunnen blijven, want dan was er uiteindelijk niet veel veranderd. Maar de Heer wilde dat de teruggekeerde ballingen Hem zouden zoeken, met heel hun hart. Ik moet hierbij ook denken aan de woorden van de Heer Jezus in de bergrede. In Matthäus 6, vers 25 zegt Hij. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? En iets verder lezen we in de versen 32 en 33. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw Hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Maar dat hadden de Israëlieten in de dagen van Haggai niet gedaan. En wat waren daarvan de gevolgen? We lezen het in de volgende versen. Haggai 1, versen 5 tot en met 7 Nu dan, zo zegt de Heer van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. De Heere vraagt het volk om eens goed na te denken over wat ze nu eigenlijk hebben gedaan. God vraagt hen om terug te kijken op de weg die ze tot nu toe hebben afgelegd. Bij dit zelfonderzoek zal de Heere hen helpen. Dat lezen we hier en verder in de versen 9 tot en met 11. De Heer herinnert hen aan de zorgelijke omstandigheden waarin de teruggekeerde ballingen verkeerden. Die omstandigheden waren voor hen een verontschuldiging om de herbouw van het huis van God niet te hervatten. Maar het is juist andersom. Die omstandigheden zijn te wijten aan het feit dat zij in luxueuze huizen wonen terwijl de tempel van de Heer in puin ligt. Haha, je wil zeggen dat het ondervonden leed tot inkeer en bekering van de teruggekeerde ballingen had moeten leiden, maar dat is niet gebeurd. Wij mensen zijn snel geneigd om de oorzaak van allerlei moeite en verdriet eerst bij anderen te zoeken of te wijten aan omstandigheden die we zelf niet kunnen veranderen. Vaak wordt er ook direct naar God gewezen en verwijtend wordt Hem gevraagd: Waarom moet mij dit overkomen? Of waarom laat u mij juist nu in de steek? Maar als de Heer ons in herinnering brengt waar wij Hem hebben losgelaten en onze eigen weg zijn gegaan, dan komt geen mens er zonder kleerscheuren vanaf. En dat geldt ook voor de teruggekeerde leiders en Israëlieten uit de ballingschap. Zij zijn meer met zichzelf bezig geweest dan met de Heer. In het ontdekkende licht van het woord van God zien wij mensen, ook vandaag, hoe de dingen en de verhoudingen in werkelijkheid zijn. De Heer herinnert het volk aan Deuteronomium 28. Toen heeft Mozes de Israëlieten, vlak voordat zij het beloofde land zouden binnengaan, Gods zegen en Gods vloek voorgehouden. Nu is het volk van mening: het is crisis, een slechte tijd. Eerst moet de economische situatie verbeteren. Dan zullen wij Gods huis herbouwen. Maar de Heere zegt: Het is juist andersom. Omdat jullie mij, mijn dienst en mijn huis naar het tweede plan hebben geschoven, daarom overkomen u deze dingen. Daarom zijn er misoogsten. Daarom hebt u niet genoeg. Daarom wordt u niet verzadigd. En daarom krijgt u uw loon in een doorboorde buidel. Ter informatie bij de beeldspraak van loon in een doorboorde buidel moet je denken aan loon dat werd uitbetaald in stukjes ongemunt zilver. Daar zaten scherpe kanten aan, waardoor er scheuren en gaten in de geldbuidel kwamen. Met alle gevolgen van dien. Maar niet enkel geld is een probleem, alles zit tegen. Er zijn wel oogsten, maar veel minder dan waar de teruggekeerde ballingen op hadden gerekend of hadden gehoopt. Er was altijd wel iets: het rotte of bedierf sneller of er zat ongedierte in. En zo ging het met alles. Na zoveel jaren van stilte van Gods kant in Jeruzalem, doorbreekt God zelf de stilte en bepaalt de Israëlieten bij zijn woord en getuigenis. Wat is er al die jaren terechtgekomen van het God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf? De Heere ziet het hart en weet wat er in een mens leeft. En ook al kunnen we niet zomaar alles wat de Heere, door de profeet Hagai tegen zijn volk zegt, overbrengen op onze situatie, omdat wij in een andere bedeling leven, niet in de tijd van het Oude Testament maar van het Nieuwe Testament. Toch kan het goed zijn dat we tot gelijkaardige conclusies komen als wij ons door de Heere laten stilzetten om eens serieus te overdenken waar wij zoal mee bezig zijn. Zoeken wij eerst het koninkrijk van God? Ook wij hanteren vaak dezelfde argumenten als de Israëlieten. Wij zijn druk bezig met onze eigen dingen. We hebben geen tijd of vinden excuses. En ja, wij leven vandaag in een heel andere tijd. Het leven is vandaag heel anders dan toen. Maar het verandert ten diepste niets aan de vraag van de Heere. Is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen terwijl mijn tempel in puin ligt? Denk er eens over na als we worden opgeroepen ons te geven voor een taak of ambt in de gemeente van Christus. Is er in ons leven nog tijd om mee te werken aan de opbouw van de kerk of gemeente, het huis van de levende God? Is er tijd om ons door God te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis? Wat komt eerst in ons leven? Met welk huis zijn wij het drukst bezig? Hagai 1, vers 8. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Kort en krachtig, niet voor misverstand vatbaar, klinkt het bevel van de Heere aan de leiders en het volk. Het is nog niet te laat. Nog steeds wil de Heere in het midden van dit volk wonen, ook al heeft het volk hem op de tweede plaats geschoven. Krachtig klinkt het bevel. Trek dan de bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel. Er moet weliswaar gewerkt worden, maar dat mag in de wetenschap dat God door Zijn bevel de kracht daartoe geeft. Op Zijn woord, door de Heilige Geest, naar Zijn belofte. In Estra lezen we dat het volk na de terugkeer uit de ballingschap sederhout van de Libanon had besteld voor de herbouw van Gods huis. Of het er ooit is gekomen, weten we niet. Zo ja, dan heeft het ongetwijfeld klaargelegen voor gebruik. Zo nee, dan was er nu geen geld om het te kopen. Maar geen nood, er is hout genoeg op de berghellingen rondom Jeruzalem. En stenen zijn er genoeg in en rondom de ruïnes van de Tempel en de stad. De Heere verbindt er een heerlijke belofte aan. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. God wil er wonen, omdat het zijn eigen werk is dat op deze manier gestalte krijgt. God zal er zijn heerlijkheid openbaren in die nieuwe Tempel die wat materiaal en vormgeving betreft met de oude mogelijk niet zal kunnen wedijveren, maar daar zal de Heere zijn heerlijkheid openbaren. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Als slot van deze uitzending lees ik graag 1 Korinthe 15, vers 58, een gelijkaardige nieuwtestamentische belofte. Namelijk, Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Wij worden door Paulus opgeroepen ons in te zetten voor het werk van Jezus. Als we dat doen, zullen ook wij veel tegenwerking ervaren. Reken er maar op dat er altijd stemmen zullen zijn die je vertellen dat het gerust wat minder mag. Die stem kan bij jezelf opkomen of van anderen. Verder kan er veel vijandschap op je afkomen, waardoor je de moed zou kunnen verliezen. Daarom wees standvastig en onwankelbaar, ga door en houd vol, want één ding mag je zeker weten. Je arbeid is niet te vergeefs voor de Heer. En het gaat hier dan niet uitsluitend over werk voor de kerk. Het werk van de Here kan je ook doen in jouw job in de maatschappij, of op school, of in het bezig zijn in eigen gezin. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de Ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.